robuuste telefoons. Daar heb je helemaal niks aan. In een kantooromgeving. Maar bij jou werk als robuuste barista, dat is een levensgevaarlijke werkomgeving. Wij hebben 3 robuuste of rugged smartphones van Argos, van Kat en van Rug Gear. Het eerste verschil wat we zien is vooral dat deze eigenlijk de vorm van een normale telefoon heeft. Ja. En dit is echt, ik geloof wel dat deze dingen het doen. Android, ja. Android, is die koffieproof? Koffie? Lekker, koffie. Ja. Ah, dat is het klaar. Ah, oh, nee, wat doe je nou? Ah, ah. Oh, sorry, Erik. Oh, oh. Zo. Huh? Je wordt gebeld. Hey. Kan je een foto maken? Oh, dat werkt toch? Met je vieze vingers. Ik wil graag kapot. Saving 40 pictures. Oh, ah. Oh. Oh. Nou, dan zal ik hem eventjes met het hete water afspoelen, want dit kan natuurlijk niet, hè? Foto. Werkt dus ook gewoon, hè? Met je blote handen. Oh. Vieze blote handen. Doet het ook? Koffie? Oh, lekker. Pas op voor je telefoon. Oh, sorry. Foto, foto. Huh? Sanne, telefoon. Ah, oh, ik sta net een cappuccino in te schenken. Ja. Ik maak even een foto. Hey jongens, telefoon, ja. Maar ik weet niet welke. Oh. Ja. Gelukkig zijn ze een beetje rugged. Gelukkig zijn ze rugged. Deze is niet te lang. Die heeft denk ik onder een stoompijpje gelegen. Lekker. Goed, kort en goed. Wat we wel hierover kunnen zeggen is dat ze het allemaal dus in deze werkomgeving prima doen. Dus dan ga je kijken naar de onderlinge verschillen. Wat denk je dat het kost? Ik denk dat ze allemaal ergens rond de €500 liggen. Nou, dan heb ik leuk nieuws. Deze, Argos, €159 om en erbij. Hè? De Rug Gear, €199. Deze is €264. Deze twee hebben dual SIM. Kan je ook nog zakelijk en privé bellen. Deze garantie vanaf 1 meter, 1,5 meter, 1,8 meter. Ja, dat zal omdat die het verschil zijn. Daar betaal je €70 mee voor. Ja. Maar werkt nog allemaal. Dat is waar. Ik vind het een toptest. Leuk.